Hier staan allemaal boards van 400 euro of minder. En die hebben we in de winkel, maar niet zoveel als boards van 400 euro of meer. Niet omdat wij zo graag jullie het duurste bord willen verkopen, maar omdat er wel verschil in zit. In de basis zitten ze een heren, dit is een dames, de Rome Royal versus de Rome Mechanic van heer voor heren. Zijn de meeste boards tot voor 400 euro beginnersboards of vrij specialistisch, vaak richting park of nou, misschien wel hebben een speciale eentje erbij richting carve. In de basis zijn het allemaal boards die best wel gemakkelijk te rijden zijn. Met een volledig houten kern, soms met een kleine toevoeging. Dit heeft bijvoorbeeld de Hot Rod. Dat zie je hier bij het zilveren stickertje, als je het kan zien. De Hot Rod is eigenlijk een heel klein bamboe stripje in de nose en tail van deze boards. En die zorgt ervoor dat het board net ietsje stijver is in zijn nose en tail. Maar waarom is die dan goedkoper dan al die andere boards? En waarom verkopen we ook veel meer die andere 400 euro plus boards? Dat heeft een paar redenen. Die zie je niet aan de buitenkant, althans niet aan de bovenkant. Want daar staat een plaatje op en dat kan je zo mooi maken als je wil. Het zit wel in de kern en die zie je niet. Die staat vaak op een plaatje. Maar dat maakt wel verschil. En het zit in de onderkant in de base. Om daar even mee te beginnen, dat maakt best wel een belangrijk verschil. De base is eigenlijk op al die boards hierachter een extruded base. Je hebt twee soorten bases. Twee soorten onderkanten als je het in het Nederlands wil zeggen. Een sintered base, dat is een open structuur. En het zorgt ervoor dat als je een wax had tussen alle poriën die erin zitten, kan wax inkomen, gaat die beter van glijden, is iets beter beschermd. En omdat die open is, kan je eigenlijk ook structuur aanbrengen van nose, de voorkant, naar tail, de achterkant van je board, waardoor het gewoon het sneeuwvlokje erop komt, wordt een waterdruppel door de warmte van de wrijving, kan zo snel mogelijk van A naar B. Dit is een extruded base. Extruded base, eigenlijk heel plat gezegd een gesmolten lap plastic. En ze kunnen de Hyperdrive X-Base heten, ze kunnen de Impact Base FFF heten, de Sintruded Base, er zijn allerlei namen, maar in de basis is het allemaal een Extruded Base, is een gesmolten plak plastic, is langzamer. En dat komt omdat hetzelfde sneeuwvlokje slash waterdruppeltje wat zo mooi bij de Sintered Base van A naar B ging, opeens alle kanten opkomen, er zit geen structuur in, dus geen soort afvoergootjes die van A naar B gaan. Dus hij kan zo gaan, en de andere die gaat zo, en de volgende die maakt even een slinger voor die kant op gaat. En dat remt je board vooral op warmere dagen, op vlakkere paden, vlakkere pistes, meer dan een sintered base. Ga je dat merken op vakantie? Niet als je gewoon op de rode piste bent en je gaat samen met je broer zo hard mogelijk naar beneden, dan is het degene die het langste wacht met remmen, die gaat het hardste. Ongeacht de base, natuurlijk de startsnelheid van die sintered base zal misschien iets sneller zijn, maar dat is allemaal te overzien. Wel als je op een warme lentedag nog aan het snowboarden bent en je zit op een blauwe piste, zal je merken dat je gewoon minder hard gaat omdat het dan de sneeuw vochtiger is, dat die wat meer zuigt, wat meer remt dan een sintered base. Waarom kiezen ze hier wel voor bij deze boards? Dat is heel simpel uit te leggen. Het scheelt gewoon echt veel in prijs. Dan heb je het over prijsverschil tussen de, laten we zeggen, tussen de 50 en de 100 euro. En dat is best veel geld. Zeker als je het combineert met de kern. In de kern van de duurdere boards vind je tegenwoordig stripjes carbon, basalt voor demping. Het is gemaakt van de palonia hout, want het is licht en stijf. Dit is allemaal gewoon, heel plat gezegd, hout. Met dan dus inderdaad zo'n carbon stripje van een paar centimeter. Of carbon, sorry, geen carbon. Dat zou je er bijna nooit in terugvinden. Enkele uitzonderingen na. Een klein bamboe stripje of een klein toevoegingje, maar nooit veel, maar wel allemaal gewoon hout. Ook gewoon recht toe recht aan, meestal vurenhout, eshout. Zonder dure lichte houtsoorten of stijve houtsoorten, want het maakt het board veel goedkoper. Het maakt het board ook flexibel, en dat is als je begint met snowboarden best wel fijn, want het is voorspelbaar. En dan worden boards ook vaak nog in een vorm geperst, en dat maakt niet voor de prijs, maar wel voor het rijgedrag die makkelijk is. De Royal en dus ook de Mechanic zijn flat, met zelfs wat rocker in de nose en in de tail. Super voorspelbaar. Als hij dan ook nog niet zo stijf is, kan je eigenlijk door je lichaam te bewegen, gaat het board op jou reageren. Je hoeft helemaal niet zo heel goed op te letten wat je met je hakken en je tenen doet qua beweging. Je gaat best wel beneden komen. Zorg ervoor dat je een hele goede leercurve hebt. Dus eigenlijk, als allereerste board, is een board op 400 euro best wel geschikt. Je zal een keer stilvallen op een paadje als je pech hebt. Misschien zit je wel in een gebied waar nog een paadje zijn. Heb je er geen last van.
koop je voor relatief weinig geld best een goed bord. En vooral een bord dat past bij jouw leercurve, die je ook zelf gaat helpen. En het kan met een hele lichte rocker zijn, het kan met een hele lichte camber zijn, maar vaak zijn het niet heel uitgesproken shapes. Meestal zijn ze twin of twin-ish. Ik pak hier bijvoorbeeld hier achter de nieuwe Capita Pathfinder. Die is niet twin, dus links voor, rechts voor zit verschil in. Maar wel maar 0,5 inch setback. Dus dat is 0,5 inch dat je naar achter staat. Zeg een dikke centimeter dat je verder naar je tail staat dan naar je neus. Zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk kan switchen van links voor naar rechts voor. Eigenlijk alles kan. En het heeft gewoon een houten kern met niks super deluxe toegevoegd. Er zit een fiberglas laagje in, er zit een elk board voor de nerds onder ons. Alle boards hierachter hebben een biax fiberglas laagje, geen triax. Maar dat is ook nodig, want je wil niet die stijvere triax fiberglas in hebben liggen. Er zijn altijd uitzonderingen. Bijvoorbeeld de Outer Space Living van Capita. Ik weet niet of je het kan zien, ze hebben wat hele mooie kaartjes. Daar zit al een klein beetje Kevlar 6 carbon matjes in gelegd. Heel dun, heel weinig, maar het zorgt ervoor dat het board net iets meer pit heeft. Wel extruded base. Deze wil ik gewoon laten zien. Hij is ook van Capita. Om maar te bewijzen, printje kost geen geld. Dus dan mag je ook gewoon een llama op je board zetten. Space Metal Fantasy, ook twin. Een hele lichte voorspanning, een hele lichte camber in het board. Die vervolgens terug gaat naar een rocker. Zelfde categorie als de Royal, zelfde als de Pathfinder, zelfde als de Mechanic. Maar er is ook een andere categorie. En dat zijn boards voor freestylers. Die willen ook een flexibel board. Vaak ook puur hout. En die hebben vaak dat ze rails rijden. Of boksen, maar in ieder geval harde dingen. En dan komt er opeens een voordeel aan de extruded base. Die ik net een beetje van af te kraken. Want dat is het enige voordeel. Hij is super makkelijk te repareren. Dus een gesmolten plak plastic die onder je board zit. Steek er een schroef uit op een box of een obstakel waar je gaat rijden en trek je daarmee een mooie kras in je base. Het is gesmolten plastic, je hebt Pitex kaarsjes, dat is eigenlijk gewoon een soort van staafjes plastic die erin kan smelten. Dat hecht super goed op elkaar, want het is allemaal gesloten, het kan mooi op elkaar plakken. En het wordt er niet langzaam van, want het was al een gesmolten plak plastic. Doe je er een gesmolten plak plastic bij, hou je hetzelfde. Dus het is heel makkelijk te repareren. Ander bijkomend voordeel is, omdat die open is, neemt niet veel wax op. Dus het heeft niet zo heel erg veel nut om heel goed te waxen. Of je moet het heel, heel vaak doen, maar dat dus zou ik niet per se zeggen dat het een voordeel is. Dus hij glijdt eigenlijk ongewaxt ongeveer net zo goed als dat hij gewaxt doet. Onderhoud kan nooit kwaad, maar het is minder relevant voor een synthesbeest die daadwerkelijk kan verbranden. Wil je daar meer over weten, kom dan naar mijn winkel. Dan wordt het verhaal van wat toch al weer 10 minuten gaat duren, wordt een verhaal van 1,5 uur. Dan, deze ging ik even spreken, de Home Artifact, maar er zijn er wel meer in de freestyle categorie. Bijvoorbeeld de Kilroy Twin bij Burton. Volledige camber, dus volledige voorspanning, zorgt ervoor dat hij veel pop heeft, zonder dat er echt heel veel aan toegevoegd hoeft te worden qua materialen die daarin gaan. Er ligt hier net als op die Royal in de nose en tail bij het zilveren stickertje een bamboestrip overheen voor pop uit de nose en tail, maar die komt vooral door de hele voorspanning die erin zit. En dan zie je dat een flexibel board toch wel heel specifiek voor een welgevorderde snowboarder kan zijn. Namelijk een snowboarder die vooral rails wil rijden. Een grote kikker is niet per se dit board zijn domein. Maar kleine kikkers gaan er prima mee. Lekker op de piste klooien gaat er goed mee. En rails rijden gaat er heel goed mee. En daar zijn er meer van. Onder de 400 euro is bijvoorbeeld ook deze Springbreak Slush Slasher. Nou, jammer, zo'n mondje zit onder de sticker, maar deze blije boards zijn heel kort, heel breed. Dus je rijdt hem ook echt heel kort. Hij lijkt, als ik hem vast heb, inimini. Maar ik zou hem niet zo heel veel langer hoeven te hebben dan deze. Want het is een fun board. Een board eigenlijk ook voor de bij. En daar komt ook gelijk de reden dat hij een extruded base heeft. Want hij moet wat goedkoper zijn. Het is een board voor de bij wat je pakt als je op de piste allerlei carvings gaat doen. Eurocarves. Je kan ermee de poeder in, maar ja, daar koop je hem eigenlijk niet voor. Het is echt om op de piste lekker te klooien en te kijken hoe ver kan je je carves doorkrijgen. Krijg je schouder aan de grond en kan je dan ook nog omswitchen. Daar is het perfect voor, omdat hij zo kort gereden kan worden. En dan zie je dat op deze boards, volgens mij 380 uit mijn hoofd, ook 380 euro, een synth base zit. En in de kern, nou, er zit een heel mooi plaatje bij. Je kan hem inzoomen, maar je kan het denk ik niet zo goed zien. Zoom! Daar staat eigenlijk houten kern, punt. Boordje voor de bij, de afwijking op de regel, want die moet er altijd zijn,
is bijvoorbeeld dit. Maar in de basis kunnen we zeggen voor extruded bases, voor alles wat hierachter staat, het zijn goede boards voor beginners. Onder de 400 euro houdt ze relatief goedkoop. Vaak zijn er combinatieboden bij de Rome Mechanic, hoort bijvoorbeeld de Rome United binding, zodat je een wat goedkopere basisbinding met een basisboard kan kopen. En bijna iedereen die langer snowboard zal na een jaar of twee, drie zeggen, oké, ik ben klaar voor de volgende stap. En ik weet wat het volgende bord moet worden. Wil ik meer de freestyle kant op? Wil ik meer de freeride kant op? En dan is het ook veel gerichter mogelijk om een bord te kopen. Dat is het voordeel van deze boards. Dat je een relatief goedkope set kan kopen. En daarop kan het snowboarden en je bent gewoon bezig. Heb je nou iets meer ervaring? En wil je ook niet de hoofdprijs uitgeven? Is er altijd nog de optie om te zeggen, oké, ik koop niet een nieuwe van seizoen 2022 board met extruded base, zoals ik meer beschreven heb. Maar je koopt een overjarig board, een board van het seizoen daarvoor, of misschien wel twee seizoenen terug, misschien wel een ex-value board. Het zijn allemaal boards met vaak een sintered base. Dan zie je dat die houten kern toch wordt aangevuld met nog wat, of een stripje carbon, een nose and tail, of meer pop als je de freestyle kant op wil. Of ze leggen wat houtkern bij de binding in het buiten, waardoor je meer druk op je kant kan zetten voor die betere carves. Heb je vaak een bord wat je koopt, waar je op door kan groeien tot, nou ja, heel plat gezegd, einde de tijden, laten we zeggen 10, 15 jaar. Is heel lang voor een snowboard, maar als je maar één keer in het jaar een weekje gaat, kom je er best wel heel lang in de buurt. Dat is ook altijd een optie. Dus heel kort de bocht zeggen wij, beginnerbordjes perfect, 400 euro, maar je koopt echt een beginnerbord. Waar je na een paar weken wel op uitgekeken gaat zijn als je een beetje progressie boekt. Maar je boekt wel snel progressie, want dat is dan makkelijk. Of je koopt ze heel erg parkgericht. Kan ook zijn. Of dus echt de specialties. Als je deze koopt, weet je wel dat je deze wil. Dus eigenlijk is deze video niet voor jou, maar voor die mensen die denken, hey, ik ga een goedkoop set kopen. Koop ik iets goeds met die 400 euro. Anders ja, voor nu. En wil je meer weten? Kijk dan gewoon even op downs.nl. Kom langs in de winkel. Stuur een appje. Zet een commentje onder het berichtje.